Het personeel van de maritieme autoriteit Suriname is gisteren in actie. De werknemers willen een looncorrectie op basis van de unificatiekoers. Het bod van de directie is van de tafel geveegd door de personeelsleden. Voorzitter van de vakbond bij de MAS, Lloyd Reed, vindt het erg dat de directie niet meewerkt aan een oplossing. Ook onderhandelingen met minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. De zaak is verder verergerd toen vanochtend de actievoerenden de toegang tot het terrein van de MAS is geweigerd. Wat u hier ziet is een opgekropte woede, omdat over het algemeen de werknemers van de MAS vrij vredelievend zijn. Dat zover zijn gekomen betekent dat er iets aan de gang is. Wij hebben in 2013 de lonen geïndexeerd. En bij opeenvolgende onderhandelingen hebben wij te horen gehad van de directie dat er nooit is geïndexeerd. En er is geïndexeerd voor dat jaar alleen. Iets wat niet denkbaar is. Ik bedoel, hoe ga ik voor een jaar indexeren? Naast het probleem van salarissen kwam de bond ook met interne uitdagingen, zegt Reed verder. En daarna hebben we een situatie gehad dat de loodsen zich hebben aangesloten bij de bond, want ze hadden een eigen vereniging. Ze hadden mij gevraagd om ze te leiden. Ik heb dat altijd geweigerd, omdat ik vind dat MAS een te klein bedrijf is om twee bonden te hebben. En het is niet zo lang geleden, is het een feit geworden. En daar begon het weer. Dan wordt de legitimiteit van de bond aan de orde gesteld. Iets wat nooit eerder gebeurd is. Er is één bond hier. En er wordt verwezen naar een aantal zaken in de CAO en wettelijke regels die aangeven, of in elk geval moeten aanduiden voor hun, dat de legitimiteit van de bond in problemen is. Vakbondsvoorzitter Lloyd Reed over de actie van de werknemers bij de Maritieme Autoriteit Suriname. Het personeel eist een loonsverhoging op basis van de unificatiekoers.